Het winnen van de championship finale, dat levert namelijk, is namelijk de best betaalde voetbalwedstrijd ter wereld. Dat is algemeen bekend. Die levert 3 keer zoveel geld op als het winnen van de Champions League finale. Deze wedstrijd leverde 96,8 miljoen Engelse ponden op. 120 miljoen euro. En nou begrijp je waarschijnlijk allemaal waarom een vrouw nog bij me is, of niet? En normaal gesproken staat op het vliegveld van Schiphol staat mijn vrouw netjes te wachten op mij. En ook dit keer stond ze netjes op maandag op me te wachten, moet ik eerlijk zeggen. Alleen normaal gesproken is het ritje Den Haag, Amsterdam-Den Haag, dat duurt een half uurtje. Normaal had ze in dat half uurtje de muil niet dicht. Alleen dit keer hebben ze de bek niet open gedaan. Half uurtje hebben ze de muil gesloten gehouden. Is er een ongeschreven regel in Engeland, is dat als de trainer weggaat, dan neemt hij automatisch zijn hele staf mee. Dan gaat de, van de kledingjuffrouw tot aan de keeperstrainer en de assistenttrainer gaat dan automatisch mee. Alleen dat regeltje konden wij niet, althans we konden hem wel, maar we wilden hem niet kennen, moet ik eerlijk zeggen. Die konden ze erbij kopen, dus we hebben ze nog 1 miljoen extra gekregen voor onze assistent. Met Katja ging ik aan de tafel zitten en dan kan je verklappen, 's morgens naast Katja op een bank zitten, dat is toch nog wat anders. En, Katja heb ook op donderdag te horen gekregen met wie zij aan de bank, op de bank zat. Nou, ze zou ongetwijfeld bij mijn naam te horen gekregen van wie is dat. Maar zij liep zaterdags in de stad, zag die knas van mij in de etalage ergens hangen. Heb toen een boek voor die kerel van haar gekocht, omdat het ook een voetballiefhebber is. En toen ik zondagsmorgens binnenkwam met het zweet door mijn bilnaad heen, toen kwam ze als eerste naar me toe van John, wil je even een handtekening in mijn boek zetten. 2 weken later was ze gescheiden, ik weet niet wie dat nog weet. Ik weet niet.